Petrus, niet voor engeltjes. Jens Naessens, 1-2 op Kortrijk, jouw vierde doelpunt van het seizoen. Ja, het wordt bijna een handelsmerk, scoren tegen Kortrijk. En ook in Kortrijk? Ja, dat is waar. Op voorhand waren mijn ploegmaats al bezig van ja, je gaat scoren vandaag. En kijk, het is gelukt, dan ben ik blij om. Ik zag een derby met veel inzet, veel strijd, veel kansen. Het was een echte derby, zeg maar. Ja, het is waar. Ik denk dat het lang geleden is dat een derby zo intens was. Veel fouten en veel kleine relletjes en zo. Ik vind het leuk zo'n match. Het is dan natuurlijk extra leuk dat we die kunnen winnen. Met die zege op Kortrijk geven we Kortrijk wel een tik. Ze staan nu al op 9 punten. Is dit een concurrent minder voor de play-off 1, denk je? Nee, ik denk dat we ze nog niet mogen afschrijven. Het is een sterke ploeg. Ik heb gehoord dat we goede zaak doen. Lokeren verliest, Gent verliest. Play-off 1 mag wel ons doel zijn, maar we moeten natuurlijk rustig blijven en gewoon elke week er volop voor gaan. Ik zag ook Jens Naessens die heel veel werk verrichtte vandaag op het veld. Zowel in aanvallend opzicht, maar vooral in de tweede helft in verdedigend opzicht. Ja, het is waar. Op het einde was ik echt kapot. Maar dat is de functie van de ploeg. Ik vind het niet erg om dat te doen. Als we het resultaat kunnen vasthouden, dat is het belangrijkste. En het was ook voor de supporters, denk ik. Want je hebt die 900 meegereden supporters toch wel een onvergetelijke avond laten beleven hier. Ja, dat is waar. De supporters waren fantastisch. Zelf tijdens de opwarming waren ze al voluit aan het zingen. Het is super gewoon dat wij die wedstrijd kunnen winnen, ook voor hen. Nog één iets over Frank Berrier. Kon er vanavond niet bij zijn, maar jullie als ploeg bewezen toch wel ja, dat het ook kan zonder onze nummer 10. Ja, vele mensen dachten waarschijnlijk dat zo het waar hem afhangt van Berrier. Misschien was dat wel ook wel een deel, maar we hebben nu gewoon bewezen dat we ook kunnen winnen zonder Frank. Hij is natuurlijk wel belangrijk voor ons en ik hoop dat hij snel terug is. Maar het is goed dat we het ook een keer, dat we ook een keer kunnen winnen zonder Frank. Je haalde het daarnet ook al aan. Lokeren laat punten liggen. Gent laat ook punten liggen. Genk moet morgen nog spelen. Die kunnen de naaste concurrent komen. Met het oog op volgende week belooft het terug een topper te zijn. Of twee toppers misschien zelfs. Voor de beker donderdag ook nog. Ja, dat is waar. Ik denk dat Henk staat nu dichtst bij ons. Het zal natuurlijk ook een topwedstrijd worden. Zowel voor de beker als voor de competitie. Kijk er al seizoen naar uit. Wij ook alvast. Bedankt Jens Naessens en geniet er nog van.